Een beetje duidelijkheid scheppen, mensen. Wij geven aan dat wij in deze case, ja, deze specifieke case, nog niemand hebben aangehouden. We hebben een aantal mensen al verhoord. Ja, maar niemand heeft de status van verdachte gekregen. We zijn bezig de zaken, de informatie te verzamelen. Dat is wat we doen. Wij hebben geen namen in de pers gelanceerd dat we meneer X of mevrouw Y hebben aangehouden. Ja, houdt u daarmee rekening. Wij als politie bestrijden zware criminaliteit, volgen ook wat er gebeurt, ja, in de media. Wij, terwijl wij, laat me u zeggen aan het begin van het onderzoek, day one, terwijl wij nog bezig waren voorbereidingen te treffen om richting het westen te gaan, om daar het onderzoek voor te zetten, werden we al geconfronteerd met een bepaalde naam en een bepaalde aanhouding en dan een heenzending. Dat is niet in onze opdracht gebeurd. Ja, niet onder onze supervisie. Wij weten niks ervan. Er is aangegeven, er is geen enkele verdachte aangehouden. Er zijn mensen gehoord. En ik zeg, er zijn verdachten in beeld. En hoeveel mensen zijn gehoord? Een aantal mensen. Ik vind me niet aan het. Maar een aantal. Een aantal dan ook. Wie zijn jullie twee? Ongeveer vier. Vier mensen. Vooralsnog gehoord. Er vindt geen enkel onderzoek plaats zonder dat het OM erbij betrokken is. Dus daarom vind ik het altijd raar hoor, dat er altijd in de richting van de politie wordt gekeken. En wat de gemeenschap moet weten, dat de politie geen mensen in vrijheid stelt. Die bevoegdheid hebben wij niet. Maar iedere keer wordt er weer in de richting van de politie gekeken en nu wordt de vraag gesteld of de politie zich er wat van aantrekt. Nou ja. Wij doen in ieder geval ons uiterste best om zaken zo goed mogelijk te onderzoeken en mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten achter de wacht te krijgen en ook te houden. Uiteindelijk is het de rechter die een beslissing gaat nemen ten aanzien daarvan. Maar een politie is onderdeel van die strafrechtelijke keten. Dus het zou misschien goed zijn, dat ga ik weer herhalen, om dat ook bij de overige actoren te gaan en te vragen hoe het zit met het een en ander. Het is in vele gevallen, in dit soort gevallen, dit soort grote gevallen, is het juist handiger om eerst je huiswerk goed te maken, alvorens over te gaan tot aanhouden van mensen. Dat is wat de inspecteur eerder zei. Je loopt daar het risico om aan te houden dat die persoon over een paar dagen weer in vrijheid wordt gesteld door het Openbaar Ministerie. Omdat de rechtmatigheid van de... Want we hebben ook nog een rechtercommissaris die moet gaan oordelen over de rechtmatigheid van die inverzekeringsstelling. En het is niet de bedoeling dat je aanhoudt en dat je daarna zeg maar gaat onderzoeken. Want dat wordt dan niet meegenomen bij de toetsen van de rechtercommissaris. En dat wil je dan voorkomen, vooral wanneer het gaat om dit soort grote zaken. En ik bedoel, zo'n grote lading, het zullen geen kleine jongens zijn. Nee, en u bent van de pers, ik weet dat u heel veel weet. Ik wil er even opmerken maken, want dan net is gesproken over gewetensvraag. U bent het geweten van het volk. Ik heb nu een gewetensvraag aan u. Het gaat om een grote lading. Is het u niet opgevallen dat u bepaalde mensen niet hebt gehoord? Wanneer er ladingen worden onderschept, of het nou in Suriname is of in het buitenland, hebben altijd mensen die handje de voorste op. Zij zoeken de pers zelf op. Ik weet het niet, ik noem geen namen. We praten over een grote lading. Het is een forse investering. Dus de organisatie gaat daar ook van dien aard zijn. En dat brengt ook met zich mee dat het niet gemakkelijk is om die grote boys achter dit soort ladingen in de kraag te vatten. Niet gemakkelijk. En nergens ter wereld is dat gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk om die grote boys achter dit soort ladingen in de kraag te vatten. En daar blijf ik bij.